Ik ben hier in Niigata op de G20 bijeenkomst van de landbouwministers. En de afgelopen dagen heb ik veel gesprekken gevoerd, onder andere met mijn Canadese, Turkse en Indiase collega over onze samenwerking op landbouwgebied. Ook heb ik met mijn Japanse collega Yoshikawa gesproken over onze samenwerking op landbouwgebied, maar ook over een conferentie die Nederland in juni organiseert over antibiotica, gebruik van antibiotica in de landbouw en de effecten daarvan op onze gezondheid. En ik heb hem, maar ook andere G20-collega's uitgenodigd om deze conferentie, die ik samen met collega Bruins organiseer, bij te wonen. Tijdens de G20 heb ik ook onze visie op landbouw gepresenteerd. Ik heb met de collega's gesproken over kringlooplandbouw en hoe de toekomst van de landbouw eruit ziet. En eigenlijk merk ik in al die gesprekken dat het een thema is wat breed leeft. Dat alle landen nadenken wat het belang is van de boeren, wat het belang is om de toekomst van de boeren veilig te stellen en wat daarvoor nodig is. En ik vind het goed dat wij hier als Nederland ook een bijdrage aan kunnen leveren.